En dan terug naar de boekhandel. Daar is Walter van den Broek nog altijd bezig aan zijn aardsmoeilijke opdracht. Boeken kiezen voor onze kijkers. 200 euro heeft hij gekregen. De helft van het budget heeft hij al uitgegeven. Wat doet hij met de rest? En hoeveel zit ik, mannen? Want ik heb nog niet zo geweldig veel, denk ik. Ik heb er de beste al uitgehaald. Die staan bij u thuis. Die staan bij mij thuis. De eigenzinnigheid van Hammerstein. Het gaat over een generaal die aanwezig was bij een van de eerste grote vergaderingen samen met Hitler. En daar, ja, dat was een geheime vergadering en daar kennis kreeg van allerhande plannen die op het getouw stonden. En die meteen ontslag nam als generaal. Die zei van, ik doe niet mee. En zich installeerde in het lagere echelon van het leger. Waarmee maar wil gezegd zijn dat je dus je niet per se hoeft te laten vangen aan rattenvangers. Dat je niet per se meegesleept hoeft te worden door mensen die het op een fantastische manier allemaal kunnen uitleggen. Die dingen die zit hier niet aan. Ja, maar goed, wacht. Paul Verhagen, heb je dat gevonden? Jezus, kijk. Voilà. Die man zit, blijkt in Amerika te zitten, schrijft dan zo'n een boek. En na 80 bladzijden dacht ik, ho, jongen, wat ben jij hier aan het doen? Je gaat op je adem trappen, omdat het zo krachtig was. Hè. Je moet altijd opletten dat je niet begint met een aardbeving en dan probeert naar een climax toe te werken. Dat lukt natuurlijk nooit. Hè. Dus je moet dus maar best kalmpjes aan beginnen. Nee, hij vliegt erin en hij houdt dat vol tot de allerlaatste bladzijde. Wat hebben we dan nog? Hermans en zijn tijd. Ah, hier staat er ook nog. Jezus. Koning. Ja. Tot zijn essentie herleid gaat het over iemand die voor iedereen goed wil doen en die er dan zelf, die er niet in slaagt voor zichzelf goed te doen. Maar nu doe ik het boek natuurlijk geweldig te kort door het zo te herleiden tot één frase. Maar u verplicht mij daartoe, meneer Gerings. Dus dan... Dat is misschien iets plezant. Ja. Ik zeg niet dat ze het leger opnieuw moeten activeren, maar iets in die aard, iets wat het hoeft ook geen jaar te zijn, maar ook een half jaar zijn, waar dan mensen, jonge mensen worden gemobiliseerd om in een soort gedisciplineerde gemeenschap te werken voor die gemeenschap. Ik denk dat ze daar heel veel bij zouden gebaat zijn. Wat is dat voor iets? Dat ziet er interessant uit. Een dichtbundel. Ik begin daarin te bladeren en daar staan verrassend goede versen in. Dat ik dacht, ik lees er één, ik lees er twee. En die bleven maar goed zijn. Ik dacht, dit kan geen toeval zijn. Hè? Nee, dus ik denk dat wij bij de uitgeverij Vrijdag daar, dat ze daar een goede greep gedaan hebben en een nieuwe dichteres van formaat hebben gevonden. Ik ben zeer tevreden over mijn keuze, ja. Wat hoop je dat de lezer daar nu aan heeft? Maar ik hoop dat ik hem misschien hier en daar nieuwsgierig naar iets heb gemaakt. Ja. En dat hij, het leesplezier wat ik eraan gehad heb, ook zal leren kennen. Meer kan ik natuurlijk niet hopen. Ja.
De keuze van Walter van den Broek en vier andere auteurs kan de uwe worden. Trouw blijven kijken is de boodschap. Eind mei vertellen we hoe u die boekenschat van 1000 euro in huis kunt halen. Vandaag is tot slot het laatste woord aan Mimi Steemans, lokaal poëzietalent uit dit eigenste Putten. Versgebakken woorden is haar derde bundel, een fragment. Thuiskomen. Schept na een lange wandeling een oase van rust. Geeft als na een verre reis dat vakantiegevoel. Brouwt van gastronomie je eigen stoofpot. Voelt na een ijskoude winterdag de warmte van de zomerzon. Je beleeft er op eigen tempo verdriet. Tot je vreugde ziet, is het nest dat je koestert en jezelf kan zijn.